Soms krijg je van die tips en tricks die helemaal out of the box zijn, maar je werkload zoveel gemakkelijker kunnen maken. Eén daarvan is de creatie van een lettertype voor gebruik van iconen. En je hoeft er helemaal geen type designer voor te zijn. Opzet is heel eenvoudig. Ik heb hier gewoon gestart van een ontwerp van icoontjes in Illustrator. Zoals je dat normaal zou doen. Ik heb dat momenteel mooi op een artboard gedaan. Hier gewoon enkele vlugge do's en don'ts. Uiteindelijk gaan we een lettertype gaan maken. Dus alles zal één kleur zijn. Dus geen gradaties gaan gebruiken van kleuren of verschillende kleuren. Uiteindelijk zal je gewoon maar één kleur hebben, afhankelijk van welke kleur je aan dat lettertype gaat toewijzen. Dat is er zo eentje om zeker rekening mee te houden. Een ander is, kijk een beetje naar de size van je icoontjes. Zorg dat die een beetje ongeveer even groot zullen zijn. Zeer belangrijk is, de hoogte zal hier belangrijker zijn dan de breedte. Je kan eigenlijk gerust bredere artboards opzetten, maar je wil een match in de hoogte. Anders zal je icon font een beetje alle kanten opzwieren als je dat gaat gebruiken. Goed, ik heb om die reden ook al even een fixed versie gemaakt. Dus bijvoorbeeld hier zie je dat ik mijn artboard breder gemaakt heb. Ik heb de kleuren hier gelijk gezet. Dat maakt eigenlijk niet echt uit dat dat hier lichter grijs is. Toch niet als ik het straks ga laten verwerken. Het enige wat ik nog kan zeggen is, de richting van je paden zal soms ook uitmaken. Ik ga even een voorbeeld geven. Als ik hier een stukje pad selecteer, dan kan je met je path options kan je de path direction gaan veranderen. Dat is omdat bij lettertypes is een clockwise direction of counterclockwise dat bepaalt of het een positieve of een negatieve vorm zal zijn. Dus we zullen straks ook zien dat daar een paar kleine icoontjes niet doorkomen. Dat heeft daarmee te maken en dan moet je dat hier in Illustrator terug op die manier gaan oplossen. Nu, ik moet hier natuurlijk een export van maken. Ik heb SVG nodig. Dus ik ga even export voor screens doen in Illustrator. Je kan het mooi, die artboards allemaal doen. Daarom hou ik dat ook in één file. En we kunnen hier kiezen voor SVG als exportformaat. Zeker ook niet vergeten, uw exportlocatie die onthoudt dat van het vorige project. Dus dat kan soms een heel andere locatie zijn. Ik ga dat hier nog eens opnieuw doen. Zo. En gewoon op export klikken. Bij SVG hoef je sowieso geen scale aan te geven, want SVG is vectorieel. En daar zijn we. Nu, deze fase is helemaal niet moeilijk. Je hebt geen speciaal programma nodig. Er is een website, fontello.com. Er zijn ongetwijfeld ook nog andere websites in die aard. Maar hier kan je heel gemakkelijk je eigen icon font gaan samenstellen. Ja, als eerste, je kan het doen gewoon met een paar pre-made icons die reeds bestaan. Dat kan je zeker. Maar je kan hier dus ook je eigen SVG-icons gaan opsmijten. Dat kan drag-and-drop gewijs gebeuren. Ik selecteer dat even en ik sleep dat hier op. Dat wordt hier dan ingeladen. Zo. Dus ik zie hier inderdaad een paar die waarschijnlijk een verkeerde path direction zullen hebben. Dus deze zou ik dan even moeten opkuisen. Maar om mijn verhaal kort te houden, je moet gewoon nog even kijken naar een paar instellingen. Je kan de names gaan customizen. Dat is zeker niet verplicht, maar stel dat dat handig lijkt voor je, dan doe je dat maar. De codes daarentegen, dat kan nog interessant zijn.
En standaard heb je daar een random Unicode designation waar geen toets aan gekoppeld is, maar je kan het makkelijk veranderen als je bijvoorbeeld een andere toets wilt, dan kan je daar, die heeft dat nu nog onthouden van de vorige sessie, maar ik ga even dat hier tonen. Je kan hier een B, grote letter of kleine letter, maakt zeker uit, kan je daaraan toewijzen, zodanig dat het ook makkelijk zou kunnen gaan typen. Ook de naam van je font, dat ga je dan hier invoegen. En dan kun je dat gewoon gaan downloaden. Even op de knop drukken. Je krijgt een zipje. En dat ga ik gewoon even op mijn desktop eruit doen. Daar krijg je een hele hoop dingen hoor, want het is ook wel gericht naar web toe. Ik denk voor print dat de TTF het meest interessante hier zal zijn. Gewoon installeren of in een document fonts folder zetten. Of in de Creative Cloud app trouwens kan dat ook. Daar heb je nu ook bij de Manage Fonts. Kan je fontbestanden gaan toevoegen aan jouw Creative Cloud account. Natuurlijk licentiewijs oppassen, maar dit is één waar we het recht toe hebben. Dat zal waarschijnlijk wel even in die license terug te vinden zijn. Dus dat lijkt me geen probleem. En dan heb je ook eigenlijk dat font heel gemakkelijk ter beschikking, ook op een andere computer. Zo, ik hoop dat dat iets waard is voor jou. Dus denk dan aan de mogelijkheden. Dan kan je heel gemakkelijk logo's of icoontjes in een tekst gaan zetten op die manier. Of je kan dat verwerken voor in een bulleted list. In InDesign bijvoorbeeld, de bullet, kan je dan gaan kiezen. Een van deze icoontjes. En dan hoef je geen rommeltje neer te hebben met anchored objects als bullet points. Gewoon een icon font is veel gemakkelijker om uit te voeren. Zo, dat was het. Bedankt om te kijken en tot een volgende video.